5 wedstrijden gespeeld met Jong Ajax. Hoe is het gegaan? Nou, wel redelijk. Ik denk dat we matig gestart waren in de wedstrijd tegen Emmen. En daarna hebben we 3 hele goede wedstrijden gespeeld. Ook alle 3 gewonnen. En we hebben tegen RKC een halve goed gespeeld, de tweede helft. En eigenlijk wat te weinig gekregen, maar ja, als ik kijk dat we de eerste helft niet goed gestart zijn, dan zou dat ook wel weer terecht kunnen zijn. Dus al met al staan we denk ik waar we horen te staan. We hebben 10 punten. Tegelijkertijd weten we ook dat het bij Jong Ajax daar niet alleen om gaat. Het gaat ook om ontwikkeling van spelers. En iedereen heeft zijn speeltijd kunnen krijgen, dus wat dat betreft zijn we daar wel tevreden over. Inmiddels door de nederlaag tegen RKC zijn jullie nu op een derde plek. Is dat wel een plek waar je kan horen te staan? Of is dat boven verwachting? Of denk je van, nou ja, dat klopt wel? Nou, kijk, de laatste jaren heeft Jong Ajax altijd rond de 10e plaats volgens mij zo gespeeld. En heeft ook te maken met bepaalde dingen zoals opleiden. Hè. Dus soms dan zetten we de jongens in om ze extra weerstand te geven. Dus dan kan het ook wel zo zijn dat je tegen een verliespartij aanloopt. Maar de intentie is wel altijd om elke wedstrijd te winnen. Waar we gaan eindigen op dit moment kan ik niet zeggen. Ik denk ook niet dat we nog de moeilijkste tegenstanders gehad hebben. We hebben ook een paar relatief makkelijkere gehad. Dus wat dat betreft is het nog heel moeilijk om te bepalen. Maar als ik naar het veldspel kijk, dan denk ik, nou, daar zit wel muziek in. Waar anders nog wat dingen beter kunnen. En ik vind ook dat we daar nog echt wel stappen in kunnen maken. Dus we zijn redelijk tevreden. Welke stappen moeten jullie nog maken? Nou, fysiek bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk jongens van 17, 18 jaar die daar nog stappen in kunnen maken. Dat zie je ook bijvoorbeeld in de Jupiler League, wat een fysieke competitie is. Ze staan tegen volwassen spelers. Verder kunnen we in alles eigenlijk nog wel een sprongetje maken. Ik bedoel, tactisch zijn we nu nog niet heel veel tegengekomen waar we problemen mee hadden, maar dat kan ook nog wel voorkomen. Dat kan je beter voor zijn dan dat je het achteraf kan zeggen, dus daar moeten we ook gewoon op trainen. En de technische vaardigheid van onze spelers is meestal goed, maar moet wel zo getraind blijven worden dat het echt vast blijft. Dus nou, er zijn nog zat dingen om aan te werken. Toen hij het gaan wassen voor het eerst bij afgelopen vrijdag, wat voegt hij toe? Nou goed, met zijn ervaring die hij als speler heeft, en hij is pas net gestopt, dus hij heeft nog heel veel feeling met de jongens, kan hij bepaalde tips al geven in verdedigend opzicht. Of bij standaard situaties, hij kan allerlei dingen toevoegen. We gaan straks weer het veld op en dan heeft hij zijn eigen groep en dan gaat hij met de verdedigers aan de slag. Dus ik vind dat van een grote waarde. Zijn er dingen die je tot nu toe zijn meegevallen of misschien wel extra zijn tegengevallen? Nu we 5 wedstrijden onderweg zijn? Nou, het enige wat me tegengevallen is dat we afgelopen week verloren hebben. Dat valt me eigenlijk tegen. En verder zijn we gewoon hard aan de slag. Gaan we hard werken met elkaar. En ik denk dat het belangrijkste is.